Hoi, wij zijn Carlijn en Merle. En je kijkt naar onze serie Een Hit in een Uur. Vandaag is Vinne te gast om met ons een liedje te schrijven binnen een uur voor Sarah Rebecca. Hey, ik ben Sarah van het YouTube-kanaal Sarah Rebecca. En ik heb zeker iets heel bijzonders nu. Ik ben namelijk in verwachting van mijn eerste kindje. En het lijkt me heel mooi als jullie een nummer kunnen schrijven dat gaat over het in verwachting zijn van een kindje. De spannende tijd en ja, gewoon het geluk. Dus ja, dat is mijn uitdaging voor jullie. Ik ben benieuwd of het jullie gaat lukken. Oh my heel god. Lief. Wat lief. Echt heel lief. Nou, Sarah, ten eerste van harte gefeliciteerd. Ja, superleuk. Superleuk. Ja. Dus we hebben een uur. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Ja? 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 Oké. Okay. Oké. Okay. Ze wil graag dat wij een liedje schrijven over het feit dat er nieuw geluk komt. Nieuw leven. Volgens mij gaat het vooral over haar verloop van in verwachting zijn. Hoe speciaal dat is. En dat je moet voorbereiden op dat er een nieuw mens in je leven komt. Het is een beetje iets van I can't wait to meet you. Mm-hmm. Die vibe. Oké, okay, nieuwe fase, zei jij? Nieuwe... I can't wait to meet you, zei jij. Dat vond ik op zich best wel leuk. Oké, Mer, stel je bent zwanger. Hoe voel je? Wat is de verwachting van in verwachting zijn? Het enige wat ik me erbij kan voorstellen is inderdaad dat je heel erg die excitement voelt van... Wow, er komt gewoon straks een nieuw persoon in mijn leven. Bezorgdheid zou ik... Ja, dat klinkt misschien negatief, maar misschien op een goede manier. Nou, we laten dit gewoon even erbij. Leg het heel even neer, ja? Ja. Probeer even een slagje anders. Oké. Okay. Ja, nu gaan we goed. Ja, oké. Okay, we gaan de goede kant op. Hoger. Ja? Can't wait to meet you. Dit is een beetje het refreintje, toch? Ja. Ik vind het, ik krijg een beetje Stevie Wonder gevoel ervan, maar dan op een goede manier. Een soort van, isn't she lovely? Nee. Ja, ja, ja. Okay. Gaat ook over een baby. Ja. Oké, okay. Dan gaan we hierop door. Gaat hij naar completje. Speel die eens gewoon even een paar keer, de grondtoon. Steps on the ground. Sunday morning. A Sunday morning. Ja, je voelt hem, hè? Ik zie die excitement bij Car zo. Ik zie echt zo'n bloemetjes in de bijtjes. Ja, maar dat is precies wat we moeten creëren, toch? Ja. Oké, okay, getting there. Maar ik wil er eigenlijk nog wel iets van pre-chorus tussen. We moeten een beetje die zondagochtend vibes creëren. Dat je met je familie aan tafel zit. Verse koffie. Ja, helemaal leuk. Ja. Opgenomen. Op zich vind ik dat wel mooi. Ik moet timing-wise alleen even verbeteren. Ik vind het ook mooi dat het een beetje... Het hoge brengt een beetje een hoop. Hoe lang hebben we nog? Oeh, nog 30 minuten. We hadden iets van... I can wait to hear the sound of your footsteps on the ground on a Sunday morning. Ja. En toen zong jij iets van... Iets van loud in the shower. De vriend heet Marco. Ze kunnen ook iets doen van Marco. Hij heet Marco. Ja. I hear Marco in the shower. Nee, dat is heel raar. Oké, okay, ik speel hem gewoon en dan komt er ooit niet boven. Ja, joh. Step into the shower, eyes wide open. Weet ik wel. Wat zong je nou? Eyes wide open. It's all happening so fast. Ik kan niet zo hoog. Dat kan wel. It's all happening so fast. Will I think about the past? Will I think about the past? Or will I embrace you? Dat vind ik wel mooi. Met open armen dan ontvangen? Daar draaien hem om, zeg maar. And embrace you. Dus. Okay. It's all happening so fast. Will I think about the past? Will I take you in my arms? And embrace you. Happening so fast. I can't wait to meet you. After all this time, I can't wait to see you. Dat is ook mooi. Ja, I can't wait to see you. Will your eyes, of iets van hoe zal je eruit zien? Yeah. Match with mine of zo? Ja.
Will your eyes resemble mine? Ja, oh, mooi. Dat is mooi. Will your eyes resemble mine? Dat hij afloopt. Hierna meteen? Ja. Eyes resemble mine. Van de la-la-la en de ta-ta-ta. Ja, we hebben nog 5 minuutjes ongeveer om nog 2 regels te bedenken. Ja. Ik ben er klaar voor om dit avontuur aan te gaan. Ja, met jou. Goeie. Maar dan in het Engels. I'm ready for a new beginning, voel ik ook wel. Ready for a new beginning. All inside light, light. Will it all... Will it all be... Will it all be right? Will be fine, of zo? I'm sure that we'll be fine. Yeah. Sure that we'll be fine. Ja. Yeah. That's okay. I can't wait to meet you. Ta da da ta ta. Ja, top. Will it all be fine? Ja. Yeah. Oké, nog 10 seconden. I'm sure it will. I'm sure, sure it will be yeah. fine. 1, nu. Oh yes. My god. Oh cool. Mijn god. Oké. Sarah, heel erg bedankt voor deze superleuke challenge. We hopen dat je het liedje mooi vindt en dat je het straks met z'n drietjes gezellig kan luisteren. Ja, het hele nummer staat op Spotify, maar hier is nog eerst een korte preview. I can't wait to hear the sound of your footsteps on the ground on a sunny morning. It's all I dream about when I step into the shower, eyes wide open. It's all happening so fast. Will I think about the past? Will I take you in my arms and embrace you? I can't wait to meet you. After all this time. We hebben net voor het eerst het nummer geluisterd. Ik vond het echt heel mooi. Ja, zo mooi en schattig. Ik hou heel erg van het akoestische en ook die stemmen van Carlijn en Merle zijn echt prachtig. Ja. En heel bijzonder dat onze dochter nu gewoon haar eigen liedje heeft. Hoe cool is dat? Ja, dat is heel leuk. Ze reageert ook een beetje op het liedje. Ja, ze bounce gezellig een beetje mee. Dus het komt helemaal goed. Dus ik denk dat we deze lekker veel gaan afspelen, ook als het er is. Ja. Heel bijzonder dat jullie dit hebben willen doen. Super bedankt. We hebben er echt van genoten en we gaan er nog meer van genieten. Climbing up a tree, or we're playing hide and seek on a Sunday morning. A new reality, welcome to our family. My heart is open.